Professor Jones heeft vandaag het hoogleraarschap van de Anton de Kom leerstoel geschiedenis van kolonialisme en slavernij en hun hedendaagse sociale, culturele, juridische doorwerking geaccepteerd in Nederland. In zijn oratie getiteld Wil de echte wereldburger opstaan, ging Jones via diverse invalshoeken in op het onderwerp. Zo sprak Jones over kolonialisme en slavernij in Bromtjidjari, Suriname. Specifieke aandacht voor het Surinaamse perspectief is van belang. Socioloog Jack Menke en medisch historicus Henk Menke typeerden onlangs de situatie dat wetenschappers uit Nederland het onderzoek over Suriname domineren als een uitdrukking van academisch kolonialisme. Mijn reflecties over het Surinaamse probleemveld zijn impressies vanuit de diaspora. Een belangrijk element daarvan is naar mijn indruk van dit probleemveld is naar mijn indruk dat het invloedrijke idee van Suriname als een vredige multi-etnische natie, een Bromtjidjari, een bloementuin waarin verschillende bloemetjes staan. Ik zie hierin de invloed van het paradigma van plurale samenleving dat door socioloog Rudolf van Lier naar de Surinaamse context is vertaald. Hoewel de constructie van Suriname als vredige multi-etnische samenleving ongetwijfeld positieve sociale functies vervult, gaat deze gepaard met problematische noties over essentiële groepsverschillen die andere benaderingen van de sociale werkelijkheid verdrongen hebben. Een ander onderwerp tijdens zijn oratie ging over een transnationaal probleemveld: burgerschap, migratie en familieleven in de Surinaams-Nederlandse relatie. Jones ging in op het migratierecht van het transnationaal familieleven na 1975, middels een voorbeeld van zijn eigen familie die naar Nederland moest afreizen voor zijn oratie. Als gevolg van de diepgaande impact van de Nederlandse koloniale politiek op Suriname was de mobiliteit tussen Suriname en Nederland een oud patroon. Na de onafhankelijkheid was deze voorgeschiedenis en het familieleven dat daaruit voortkwam niet verdwenen. Sinds 1975 is de nationaliteitsstatus van onze gezinsleden onder invloed van politieke omstandigheden herhaaldelijk gewijzigd. Een deel van het gezin heeft weer de Nederlandse nationaliteit, een ander deel de Surinaamse nationaliteit. Mijn moeder en oudste zus wonen in Suriname en toen ze besloten hadden dat ze mijn oratie wilden bijwonen, was de impact van het migratierecht op ons familieleden weer tastbaar. Waar mijn moeder vanwege haar Nederlandse nationaliteit onbelemmerd naar Nederland kon afreizen, moest mijn zus, die de Surinaamse nationaliteit bezit en haar mantelzorger is, aan een waslijst aan voorwaarden voldoen voor het verkrijgen van het benodigde Schengen-visum. In Suriname staat dit bekend als het ontmoedigingsbeleid en het contrasteert met het visumvrije reizen vanuit Nederland naar Suriname. Jones promoveerde in 2007 als cultureel antropoloog aan de juridische faculteit van de Anton de Kom leerstoel. De Anton de Kom leerstoel werd op 1 december 2023 ingesteld aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en werd gefinancierd door het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De instelling is in samenspraak met de Anton de Kom Stichting in Nederland en de Anton de Kom Universiteit van Suriname en richt zich op de historische verwerking van het Nederlandse slavernijverleden.